De Sint-Stefanus Hall heeft vanmorgen zijn eerste reunie gehouden in voorbereiding op haar 70-jarig bestaan. De organisatie lag in handen van de commissie Renovatie Stichting Stefanus School met als doel middelen te vergaren voor een opknapbeurt van het schoolgebouw. De Sint-Stefanus School is een Rooms-Katholieke school in Suriname voor basisonderwijs. De school ging in november 1947 van start en heeft altijd op dezelfde locatie gestaan in hetzelfde gebouw. Volgens Joyce Gourahou, schoolhoofd Sint-Stefanus School, is het gebouw en de voorzieningen in de loop der jaren in verval geraakt door achterstallig onderhoud. De commissie renovatie heeft de ouders, oud-leerlingen en andere donateurs benaderd om de renovatie van de school mogelijk te maken, zegt Gourahou. Aangezien wij dat als leerkracht dat niet alleen aankunnen, hebben we oud-leerlingen bij elkaar gehaald. Ze hebben een commissie gevormd. Want uiteindelijk, als ik zo naga in de gemeenschap, de meeste notabelen, die zijn van de Sint-Stefanus School afkomstig. U ziet het in de zaal, wie allemaal aanwezig is vandaag. En ze zijn allemaal leerling van de Sint-Stefanus School geweest. Dus wij hebben hun hulp eigenlijk ingeroepen. En ze zijn volop bezig om mensen bij elkaar te halen en samen te kijken hoe we eigenlijk aan kunnen starten met de renovatie eigenlijk. Zodat wij, volgend jaar zijn we 70 jaar, dat is 23 januari 2018, dan bestaan we 70 jaar. Dan is mijn wens als schoolleider dat we een gerenoveerde school mogen hebben. Want dit is toch helemaal niet kindvriendelijk. En dat willen wij aan het kind teruggeven. Joyce Gourahou, schoolhoofd van de Sint-Stefanus School. Volgens Nicole Bakker, oud-leerling, is de Sint-Stefanus School altijd een kindvriendelijke leeromgeving geweest. Eigenlijk, het is een hele kleine school. En mijn leukste herinneringen, als ik zo terugdenk, waren eigenlijk al die vriendschappen die ik heb ontwikkeld. Omdat het zo'n kleine school was en we hadden allemaal een band. En je had elk jaar had je eerste heilige communie. En dan zagen we de kinderen van de derde klas in hun pakjes. En al dat soort dingen gaan door mijn hoofd. Ja. En de leerkrachten? Ik had persoonlijk heel erg goede ervaringen met een aantal leerkrachten. Mevrouw Emanuelson van de zesde klas. Ik zie dat ze nog steeds les geeft. Met haar had ik een hele prettige ervaring als juffrouw. Ik weet ook nog dat we zangles kregen. Een keertje mocht ik Maria spelen in het toneelstuk. En ze hebben me gewoon leren zingen, want ik kan niet zingen. En dat vond ik ook een prettige ervaring, dat ik gewoon heb kunnen leren zingen. Nicole Bakker, oud-leerling van de Stichting Stefanus School. Onze nieuwsdienst sprak haar vanmorgen bij de reunie gehouden door de commissie Renovatie Stichting Stefanus School.